Olga Chernyavskaya uit Rusland. Dat is toch teleurstellend van Chernyavskaya. Die dit seizoen geregeld voorbij 65 meter kwam. En nu al tot twee keer toe vergeefs probeert om die grens van 62 meter te overschrijden. Kijk maar, een schamele 60-36 en nog schamelere 59 meter en nog was er Chernyavskaya. Het kwalificatietoernooi in die A-groep is overigens afgelopen. Lyudmila Filimonova was de laatste in de rij. En bericht heeft deze Chernyavskaya die kwalificatiegrens gehaald, dan wel een heel slechte worp afgeleverd. Anders is er geen aanleiding om haar nog een keer aan het werk te zien. Het is gelukkig voor haar het eerste worp van ongeveer 63 meter. Precies, de afstand speelt nauwelijks een rol. Ze is geplaatst voor de finale en daar gaat het om. En dat allemaal in afwachting van de op één na laatste serie van de 110 meter horde met Jonathan Senga.